Bij ons staat Sam Horis. Sam Horis, de basketsloefkes, die gaan al lang mee. Het gras laten we nu ook groeien. Komen er nog nieuwe singles of nieuw werk? Dat zal ook nog wel eens komen, maar momenteel hebben we zo niks in gedachten vooruit te brengen. Hè. Maar ooit zal er nog wel eens eten op de markt verschijnen. Te veel werk met Kelly? Nee, dat is... Mijn vrouwke die verrast me nog alle dagen natuurlijk. Hè. Maar daar heb je geen werk mee. Integendeel, mijn vrouwke heeft veel werk met mij. Je bent van de grond geweest in Westende? Ja. Ik ben al meerdere keren van de grond geweest. Maar niet in Westende? Nee, in Westende niet. Hè. Nog een vraagje. Corona, wat heeft dat met u gedaan? Ja, natuurlijk bij al onze collega's en bij alle andere mensen in deze wereld. Heel voorzichtig geweest. Heel veel tijd gehad en doorgebracht met mijn gezin natuurlijk. Een jaar en een half met mijn vingers liggen draaien thuis. Maar dat is niet alleen voor mij zo geweest. Dat is voor iedereen hetzelfde, dus daar moeten we niet over klagen. En de gezondheid van de mensen, dat is prioriteit. Dat komt op de eerste plaats, dat is het belangrijkste. Ja. Dus dat moet ik niet zagen of klagen. Nee. Andere collega's van u hebben coronakilo's. Bij u zien we dat niet. Heb je daar iets speciaals voor gedaan? Ja, ik heb ook wat kilo's voor gekregen. Hè, want ik was hier juist nog mee. Wat mensen erover bezig zijn. Pas op, ik ben ook al geen van de jongsten meer. Hè. En ik begin ook allemaal wat door te hangen. Hè. Sam, bedankt. Hey, en nog het beste. Het was wel tof dat ik je gezien had, maat. Salut.